Dat was op Aruba. Uiteindelijk waren we met een cleaning stop bezig en met de catalyst. Zijn specialiteit was catalyst. Dus uiteindelijk hadden we de reactoren hadden we volgens de protocols, volgens de procedures leeggemaakt. Tot er een door de portofoon een collega in het veld riep dat we teruggeroepen waren bij een van de reactoren. Daar hadden ze inmiddels mechanisch werk begonnen. En dan wilden ze bij de balken die eruit gekomen waren, wilden ze nog wat spulletjes opruimen. En riepen ons terug voor nog wat extra cleaning. Siep is naar boven geklommen heeft uiteindelijk nog wel een gordel omgedaan. Maar oké, het was allemaal maar eventjes. En één minuutje dit en geen tijd voor dat. En is er uiteindelijk, ondanks het aandringen van de jongens die boven het platform stonden. Op dat moment waren dat Venezolaanse collega's en durfden uiteindelijk nog niet harder op te treden tegen een grote baas uit Nederland. Ja, en die jongen is uiteindelijk Cyprus naar beneden gegaan, heeft inspectie gedaan en op de weg terug is hij gewoon bevangen door de warmte. En uiteindelijk kon hij zijn gewicht niet meer houden en is hij gevallen op de tree en vanuit de tree door het man gaat naar beneden en uiteindelijk is hij dodelijk verwond. Wat zou je de mensen mee willen geven als je kijkt naar de toekomst? Ja, kijk, het is heel simpel. Veiligheid is gewoon boven alles. En zeker het gevaar schuilt vaak in dat eventjes. Mm-hmm. Er is geen, in onze wereld, in ons leven, is geen eventjes. Mm-hmm. We hebben bepaalde procedures bedacht. Dan moeten we gewoon een protocol, dan moeten we naleven. We moeten gewoon stap voor stap de procedures volgen voordat we ook maar aan iets beginnen. Al is het maar eventjes. Mm-hmm. En dat is iets dat als je dat met elkaar gewoon constant blijft prediken, dan kun je vaak buiten het in de line of fire, dan kan je een heleboel drama voorkomen. Goedemorgen Gerrit, jij hebt in 2009 een dodelijk ongeval meegemaakt op de A2. Zou je daar eens wat meer over kunnen vertellen, over die avond, wat er toen gebeurde en wat het toch wel impact had op jou? Ja, we hadden twee hele grote weekendacties ingepland staan. Hadden we een 3 maanden voorbereiding aan gehad. En we zouden met BAM samen, de hele A2 werd afgesloten bij de Bos. En hadden we twee hele grote acties van vrijdagavond tot maandagmorgen. Daarbij werd er gecontroleerd op scheuren onder de zoaplaag. En die moesten dan aangespoten worden door de uitvoerder. Combinatie van slecht weer, scherp licht op de spiegel van de veegzuigwagenmachinist. En het contact tussen die twee, dus de uitvoerder die dus een scheur zag en hem af wilde tekenen, en de veegzuigwagen, geen oogcontact gemaakt. En hij ging ervan uit dat die veegzuigwagen naar voren zou gaan rijden, stapte erachter om die scheur aan te tekenen, alleen die man die kwam achteruit rijden. Doordat hij dan ook nog gebogen stond, achterop de veegzuigwagen zit de camera, dus die ziet dan ook altijd nog wat er achter hem gebeurt. Alleen doordat hij gebogen stond, ging die volledig over hem heen. En die wagen die woog 25 ton. En ja, die jongen was op slag dood. Zorgen dat vrachtwagens niet met groot licht achter een veegzuigwagen staan in de nacht. Dus ook met stadslicht door de werkvakken heen. Daarnaast de zichtbaarheid van de mensen dus verbeterd door ze oranje broeken te laten dragen, volledige oranje jassen, niet alleen een vestje, maar volledige oranje jassen. Puur en alleen om te zorgen dat die mensen 's nachts allemaal goed zichtbaar zijn en dat niemand verblind wordt. Daarbij hebben we dus ook heel duidelijk gezegd, zie jij mij, zie ik jou. Kijk elkaar eerst aan voordat je enige actie doet en achter een machine stapt of voor een machine stapt of wat dan ook, nooit in een werkvak achter een machine lopen zonder dat de machinist jou gezien heeft. Want dat is heel erg dodelijk.